Ik ben zo ongelooflijk tering slecht in die fragmenten kiezen. Ja. Dat... Je hebt het hele leuke uitgezocht, maar ik heb ze expres niet allemaal geluisterd. Want dan kan ik het, kan ik nu luisteren. Nee, ik zat namelijk de aflevering met Peter even terug te luisteren. Ja, bij het park. Ik dacht, oh ja, slim. Dat zijn gewoon heel makkelijk te begrijpen fragmenten en zo. Ja, je hebt heel veel moeilijke dingen heb je uitgezocht. Ik heb echt dingen, maar dat doe ik altijd. Ik heb, was ook altijd zo bij vrouwen, dan wil je ook altijd... Als je een vrouw thuis hebt, dan wil je ook indruk maken met... kijk, ik heb prachtige muzieksmaak. En dan ging ik altijd voor mijn kast staan. En dan kom je, dan sloeg ik helemaal dicht. Je hebt het zo, dan Spargo kwam eruit of zo. Of dan, ja. Of die en dan ging ik echt... Dan ging ik meestal ook iets opzetten wat dan heel lang duurt voordat het mooi wordt. Weet je. Dat is wel grappig. Want ik heb wel een vriendinnetje gehad vroeger. En dan dacht ik van... Ik denk dat jij van dat soort muziek houdt. Ja, ja. En dan ging ik dat soort muziek voor haar draaien. Ja. En dan zei ze... Ja, maar wat een kutplaat is dat. Oh, dat is verschrikkelijk. Dat je helemaal verkeerd zit qua muziekstijl. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Je hebt ook dat je mensen wel eens fragmenten laat horen... die dan... tijdens dat fragment afgeleid raken. En dat kan ik echt niet. Dat kan ik gewoon niet. Nee, maar je hebt mooie fragmenten uitgezocht. Fijn, dus daar gaan we zo naar luisteren. Nou, je exotische naam verraadt al een beetje... dat het geen oer-Hollandse jongen is. Mijn gast die tegenover mij zit... is vandaag de zoon van een Spaanse vader... en een Nederlandse moeder. Hij werd geboren op het Spaanse eiland Gran Canaria... en toch vond hij zijn weg naar het Nederlandse podium. Dames en heren, Emilio Guzman! Yeah! Yeah! Het publiek bestaat uit 3 man. Ja, ja. Hartstikke veel in deze tijden. Ja, ja. Ja, dit is een moeilijke tijd. We hebben daar met veel mensen over gepraat ook. Ja. Maar wat fijn dat je er bent. Ja, ja, heel fijn. En voor mij, daar gaan we het nog wel over hebben. Maar was het dus helemaal niet zo'n moeilijke tijd? Want ik was helemaal niet aan het optreden toentertijd. Je hebt echt de beste tijd van je leven gehad, gewoon het afgelopen jaar. Ja, ik heb ook echt best wel veel werk gehad. En zo. Ja. Het is echt, ja, dat is heel erg. Het was ook de veelheid... Ik ben gaan schrijven voor tv, voor programma's als Even Tot Hier en Zondag met Lubach. En je wil natuurlijk niet zeggen dat zo'n pandemie echt heel fijn was voor ons. Maar er was wel heel veel nieuws. Ja. Het was heel spannend natuurlijk wat er allemaal aan de hand was. Mm-hmm. Dus voor mij als schappenschrijver was het heel deed je dan in een teamverband of deed je dat via Zoom of moest dat online of dat je thuis zat? Wel veel via Zoom, wel heel veel thuis gewerkt. Maar en het grappige is, want ik was een beetje klaar met comedy of althans met cabaret, omdat het echt veel... Je bent veel in je eentje eigenlijk, gewoon. En ik had 10 jaar getoerd en ik vond het eigenlijk... merkte dat ik niet zo heel veel plezier erin had. Omdat ik gewoon... Ja, ik had altijd... Toen ik begon in Amsterdam, toen ik daar kwam te wonen, toen ging ik Nederlands studeren. En toen dacht ik, oeh, dan kom ik terecht in een literaire stroming. En dan gaan we allemaal nieuwe dingen veranderen. En is het tegengevallen of is het meegevallen? Enorm tegengevallen. Ja, dat is helemaal niet een clubje zoals de 50ers of de 80. Weet je, dat bestaat helemaal niet. En toen ging ik bij comedy trainen. Toen dacht ik, oh ja, dan gaan we met z'n allen. Maar dat is ook natuurlijk niet... Je bent heel individualistisch bezig. Je bent gewoon, je maakt je eigen ding. Het is niet dat je samenwerkt. Dus je schrijft in je eentje al die dingen. En je komt daar 's avonds even bij elkaar. Wat dan ook dus echt het leukste moment is. En daarna ga je op elkaars werk zitten, zei ik. Want dat doe je daar ook. Dat is elke avond evalueren. En dan ga je blij of verdrietig naar huis, al naar gelang hoe de avond ging. Ja, maar dat was wel dus echt dat schrijven in teamverband is een socialere
manier van werken dan ik dat je... Ik vind het echt geweldig. Maar in de cabaretwereld collega's hebben nu, zelfs stomme collega's. Ik vind ze enig. Ik vind het echt zo leuk om dan bij de koffie ook te praten van... wat heb je gedaan dit weekend en zo. Ik heb echt de tijd van mijn leven, ja. Aan de hand van de fragmenten die je hebt uitgezocht... gaan we een beetje door jouw carrière, door jouw leven heen. Je hebt... bijzondere fragmenten heb je uitgezocht. Ja. Je zei het net al, je schrijft mee aan programma's zoals Zondag met Lubach, Even tot hier. En in je vrije tijd zit je ook af en toe op Facebook, net als je moeder. Ja, nou ja, mijn moeder is lid geworden van Facebook. Maar ze is 65 en ze begrijpt er gewoon helemaal niks van. Ik bericht op Facebook, bericht ik wel eens met vrouwen. Maar mijn moeder die begrijpt echt niet dat dat publiekelijk is. Dus haar eerste bericht op mijn Facebook, op mijn prikbord was... Tje, dat jij contact hebt met die Saskia. Ik vind haar echt een beetje dom. Nou, dat vond Saskia niet zo leuk. Nee, 40 andere mensen wel. Die hebben ze op dat duimpje geklikt. Vind je het leuk? We beginnen bij het begin. Ik zei het net al, geboren op het Spaanse eiland Gran Canaria. Je groeide vanaf je derde op in Nederland. Ja. Ja. Tot? Ja. Toen ben je hier gekomen. Ja, ik heb wel eens gezegd dat ik zo Spaans ben als kroephoek. En dat is ook wel echt zo. Ik woon hier al sinds mijn derde. Mijn Spaans is heel slecht. Ik probeer wel veel terug te gaan. Wat in de afgelopen jaar natuurlijk ook wat lastig is geweest. Maar om daar familie te bezoeken. Maar het is wel echt met handen en voeten en vooral Engels. En daar zijn zij dan weer slecht in. Maar begrijp je je familie dan wel? Of, Nou, dat ik vind dat af en toe best wel lastig. Ja. Yeah. Dat is wel... ik heb nu in deze pandemie ook een cursus gevolgd. Omdat ik dan toch denk van ik wil meer met ze kunnen praten. Maar ik vind het verschrikkelijk als ik niet kan nuanceren. Als ik niet in de kleine details iets kan uitleggen. Maar Spaans is toch niet een taal om in te nuanceren ook? Dat is gewoon allemaal achter elkaar. Nou, daar heb je misschien wel gelijk in. En alle nuances die je aanbrengt is een beetje met gebaren. Okay. Dat klopt wel. En dat vind ik op zich fijn dat dat wel lukt. Maar ja, ik vind het gewoon irritant als ik iets niet helemaal precies kan uitleggen. Dat is ergens natuurlijk ook waarom je op een podium staat. Dat je... echt wel, ik weet gewoon heel precies wat ik wil zeggen. En als dat er niet uitkomt zoals ik wil, dan vind ik dat vervelend. En heeft de cursus een beetje effect gehad? Heeft het geholpen? Ja, ik denk het niet. Nee. Je kunt tot 10 tellen in Spaans. Ik vond het ook heel moeilijk om weer zo schools bezig te zijn. Oh ja. En dat iemand dan tegen mij zei dat ik huiswerk had. Dat vond ik echt en dat lastig. Op de 40ste. Dat vond ik echt lastig. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Een jaar voordat je naar Nederland vertrekt in 1983. Als je 2 jaar oud bent, staat Freek de Jong al op het podium in Nederland. Ja. Met zijn show, De Mythe. Je hebt als eerste fragment die opening gekozen. Moet je heel even uitleggen waarom je dat gedaan hebt? Nou, ik had 100.000 fragmenten kunnen kiezen. Omdat wij luisterden altijd Andermans Veren en zo. Dat soort programma's op de radio. En mijn moeder nam heel veel bandjes op. Ja. Ik heb gewoon op die manier, het hele Vaderlands Cabaret wel voorbij horen komen. En dus ik had die Afrovogel van Joep het Hek kunnen kiezen. Een grap van Zet Geikema, dat is ook zoiets, die heb ik nooit begrepen. Eerst had je van de stoel, toen van de klauw. En dan ging de hele zaal lachen en ik had echt geen idee wat dat dan was. Die kon ik niet vinden. Dit is wel, Freek de Jonge die opkomt. En ik vind ook de zelfspot die erin zit ook wel leuk. En dat hij toch ook een beetje kwaad is naar de recensenten. Ja, ik vind dit wel gaaf om dan even zijn macht te laten zien. Hij heeft slechte recensies gekregen en dat lost hij op deze manier op. Ik vind dat wel heel goed. Kwartier na aanvang zijn we nu bezig. Het eerste kwartier heb ik weggelaten. U zult ongetwijfeld uit de media hebben begrepen dat er tijdens deze voorstelling niet zoveel te lachen valt. Deze lach natuurlijk niet meegerekend. En deze ook niet trouwens. Dat zijn er al 3. Die zijn 4. 5, 6, nou, dat kan al niet meer stuk vanavond. 7, 8. Ja, en dit gaat door. Dit gaat echt precies. Maar toen je dit hoorde, begreep je het wel meteen. Ja, fantastisch. Ja. Dit is echt, het is ook de controle van... Dit is echt knap hoor. Als je gewoon telt en mensen gaan lachen. Dat is echt... en natuurlijk is dat...
Eerst is de grap gewoon, ik ben kwaad op de kutrace zetten. Ja. En dat voelt het publiek natuurlijk ook. Maar daarna, ik geloof echt dat hij tot 15 komt. En dat het op een gegeven moment wordt het echt ook hilariteit en zo. Het is, ja, dat is echt wel heel, heel knap. Maar toen je dit hoorde, was je heel jong. En ja. Freek maakt toch volwassen humor. Of tenminste, dat, hij heeft hier een paar weken geleden zelf gezeten. Dat pretendeert hij natuurlijk ook, hij een volwassen humor maakt. Ja. Wat maakt hem dan toch zo goed dat jij als jong jongetje dat toch begrijpt? Nou, en vooropgesteld, ik begreep heel veel van hem niet. Ik bedoel, Toon Hermans, dat was... Je maakte wat volkse humor. Ja. Maar dat is ook wel... dat heb ik altijd wel interessant gevonden. Als ik iets niet snap... dan wil ik weten hoe dat werkt. Dus dat heb ik. Zo is het ook als je Freek de Jonge luistert. Dat is, ik vond het ook altijd wel echt heel grappig als een zaal kapot ging en ik iets niet begreep. En dan heb ik ook heel vaak dan gevraagd aan mijn moeder. Ja. Maar mijn moeder die wist bijvoorbeeld dus ook niet die Seth Gijkema grap. Die begreep zij ook niet. Dus is er überhaupt iemand geweest die Seth Gijkema grap heeft begrepen? Volgens mij lacht het publiek ook uit beleefdheid. Het is wel aardig, man. Even terug naar die fascinatie die je had van... je wist niet wat er gebeurde, maar je hoorde wel dat er iets gebeurde. Ja. En toen wilde je weten... Dat is echt op mijn zesde al... op mijn zesde liet Gabier mij een plaat horen van Toon Hermans. Ik wilde toen denk ik echt niet dat ik... Ik was net zindelijk. Hè? Dus ik denk niet dat ik heel veel... ik was denk ik al langer zindelijk. Maar ik begreep echt nog niet zo heel veel. Maar hij liet hem versneld horen en dan hoorde hij zo... En dan hoorde hij zo die lach gaan, zo. En dat klonk echt als de zee. En ik weet echt nog dat ik dacht... Ja, dat ik dat meteen het allertofste vond wat er is. Gewoon mannetje praat, andere mannetjes lachen. Dat daar is niet zo heel... dat is niet zo heel veel moeilijks aan. Nee. En ik ging dat ook wel proberen vanaf dat maar moment. Maar niet veel moeilijks aan om dat leuk te vinden of om dat te doen? Nee, om dat te begrijpen. Om dat te begrijpen, ja. Dus je vertelt iets, iemand anders moet lachen. En dat is een lekker gevoel wat je krijgt als iemand dat voor elkaar krijgt. Enorm. Ja. En dat heb ik sindsdien ook wel altijd zo geprobeerd. Ik weet nog dat mijn... het is niet een hele goede grap, maar dat de eerste keer dat een vriendje van mij echt moest lachen, was dat ik over een vrouw, over borsten, zei dat het borstballen waren. En daar moest hij om lachen. Nou, ik was echt, ik was er door het dolle heen. Dat weet ik, dat is dus dat gevoel. Nee, maar dat je zes was, toen zeven. Nou, ik denk dat ik ongeveer 6-7 was. Ja, ja. Die leeftijd, ja. Maar hij moest lachen, joh. Hij ging helemaal kapot. Okay. En ik weet echt nog dat ik dacht: ja, dit is wat ik wil. Dat we echt al heel vroeg. Ja. Je had het al over Gabier, jouw broer. Ja. Jouw bekende broer. Ja. Laten we ook even naar hem luisteren. Ja, ik ben het broertje van Javier Guzman. Mensen vragen mij wel eens waarom ik zo bleek ben. Ik sta al jaren in de schaduw van mijn broer. Aan de andere kant, ik mag nog steeds drinken, dus er zijn ook voordelen. Nou, we gaan het over hem hebben. Dat doen we zo. Maar jullie hadden goed contact met elkaar vroeger? Ja. Ja? Ja. Nog steeds? Minder nu. Maar dat is een pijnlijke onderwerp. Er is veel gebeurd in ons bestaan. En hij heeft natuurlijk erg geworsteld met zijn verslavingen. En ik heb heel lang hem heel erg gesteund. Eigenlijk zelfs 2 jaar van mijn leven echt voor hem gezorgd. Je weet gewoon als familielid van een verslaafde, weet je dat eigenlijk de enige manier waarop je hem echt helpt, is door hem niet te helpen. En dat is vreselijk moeilijk, maar door hem niet te helpen, dan help je hem door. Een verslaafde moet de bodem raken. Ja. Er is gewoon in ons leven en in die tijd echt heel veel gebeurd. En ik merk dat ik daar nog steeds moeite mee heb. Ja. Maar is het dan moeilijk om geen contact meer met elkaar te hebben? Ja, dat is zeker moeilijk. En
Ja, ja. Want jullie delen dezelfde passie. Jullie houden van comedy, jullie houden van stand-up. Jullie, wat je net ook zei. Het is ook de enige op deze... Ik bedoel, ook qua jeugd en zo. Er is gewoon veel gebeurd. En daar is ook een van de weinige mensen die mij echt volledig... begrijp. Maar daardoor was eigenlijk dat de moeilijkheid zat hem eerder daarvoor. Dat ik als kleine broer ineens een grote broer werd. Mm-hmm. En daar eigenlijk die druk me echt te zwaar werd. Ja. En die afstand nemen voelt wel oké. Want het gaat stukken beter met mij nu. Ja. Ja. Snapte hij die grap van Seth Gijkema wel? Of niet? Denk het ook niet. Nee. Nee. Nogmaals, niemand. Niemand weet dat. Laten we naar het tweede fragment gaan. De eerste stap naar het podium. Je twijfelde heel erg. Je wilde toch bij Comedy Train. Maar voordat je dan het podium opging... dan zweette je ontzettend. Je kreeg volgens mij angstaanvallen. Je vroeg je af, wat doe ik hier? Wat moet ik hier? Verschrikkelijk. En altijd gehouden. Ja. Altijd nog steeds gehouden. Je krijgt wel zekerheid in je materiaal. Dus je krijgt echt wel... In de techniek. Dat je weet welke techniek je moet toepassen. En dat is gefundeerd natuurlijk in dat het heeft gewerkt. Ja. Ik heb altijd... voor elk optreden. Echt, elke artiest heeft wel diarree, maar ik had het wel echt wel vrij extreem. Maar toch niet zo, op dit moment toch niet meer zo erg? Of is dat jawel, misschien... Nee, jawel. Dat is, bij mij is dat altijd gebleven. Okay. Er zijn cabaretiers genoeg, hoor, die dat altijd houden. En er zijn erbij die het bijna niet hebben. Zoals Daniel Arends bijvoorbeeld. Die ervaart dat gewoon niet. Nee. Ben je daar jaloers op? Zeker wel. Ja, jawel. Want het kost me... Ja, nee, wel. Ik heb echt tot aan maagzweren aan toe last gehad van mijn buik. Ik heb zelfs op een gegeven moment ook wel iets geslikt ervoor en zo. Omdat ik vond echt allemaal, wel echt heel spannend, ja. Maar waarom zou je dit werk willen doen dan? Ja, omdat echt wel, het is ook heel gaaf. Ja, oké. Nee, het is echt, als jij als een avond op een gegeven moment... je hebt goede avonden, dat er gewoon veel wordt gelachen. Super tof. Maar als een avond op een gegeven moment echt gaat zingen, dat je alles kan doen met zo'n zaal. Dat is met niks te vergelijken, naar mijn gevoel. Okay. Daar heb je die maagsfeer graag voor over. Dat blijkbaar. Ja. Want ik heb het heel lang gedaan, ja. Je hebt als tweede fragment Stuart Lee meegenomen. Wie is Stuart Lee? Dat is een Engelse comedian. En het is... Nou ja, dit is bijvoorbeeld een van de fragmenten waar ik wel aan twijfelde. Omdat dit is heel moeilijk om te delen. En het is echt een elitaire zak die zich werkelijk niks aantrekt van wat de zaal vindt. Hij praat heel langzaam. Dus ik weet niet of de mensen hiervan gaan genieten. Maar het is echt een voorbeeld voor heel veel comedians. Ik heb hem een paar keer echt live gezien. Ik ben met Peter ook naar zijn laatste in Londen geweest en zo. Ja. En dat is echt... Maar waarom past dit bij jouw eerste stappen naar het podium? Omdat ik het... Ik was een ontzettende pleaser. En ik heb dat de eerste tijd in Toemler ook echt heel vaak gehoord. Mm-hmm. Dan zei Rauw Heertje, je bent kut. En je bent de pleaser. En zolang jij niet... Lekker opbouwen nu. Ja, enorm opbouwt. Ja. En hij zei gewoon, zolang jij niet besluit te doen wat je zelf wil... dan gaat het publiek je bepalen... wat jij daar staat te doen. En hebben zij de controle, terwijl jij de controle moet hebben. En dat is natuurlijk heel slim gezien. En ik dacht ook... dus ik moest daar heel erg aan werken. En hij is hier... volledig in control. Ja, maar ja. En hij is... afgezien van dat maakt hij fantastische grappen. En
heeft hij belachelijk goed geconstrueerde shows. Zo, het is echt, het is zo. Laten we luisteren naar zijn voorstelling Carpet Remnant World. Dat kwam uit 2011. Stuart Leary leest een paar recensies voor die anderen over hem geschreven ja, hebben. Ja. Rowing Rob on the Guardian's comment is free site calls me a sneering tosser. Tokyo Fist on YouTube writes, smug elitist liberalism, who is this cunt? Huey on YouTube says, Stuart Lee, I will shove my thick cock in your throat, you gay lord. Apudabaya writes, I spent the entire show thinking of how much I want to punch Stuart Lee in his face. The fucking smug face cunt. And that's on a website that is actually called beexcellenttoeachother.com. Ja, fantastisch. Ja, ik merk hoor. Nu al dat de lijn trouwens slechte recensies is. Want, ja. Nou, ik wil het zeggen, ja, want Freek de Jonge die begon al met wat slechte recensies en dan begon hij de mythe mee. Ja. Ja, grappig. Dat misschien toch iets is... Die twijfel heeft ervoor gezorgd dat er een mooie rode draad door deze precies, podcast heen komt. Precies. Het is wel zo ook dat ik... ik heb echt het geluk gehad met goede recensies en zo. En het geluk van een prijs winnen en zo. Dus dat geeft je echt wel veel... artificiële liefde, maar ik heb ook wel kutrecensies gehad. En mijn eerste recensie was deze Guzman drinkt dan niet, maar je hebt wel een kater als je naar zijn show bent geweest. En dat was echt, dat was zo, oh man, ik ging echt kapot. Ik ga het met je hebben over een collega waar je nu heel veel respect voor hebt, Michael Che. Michael Che? Ik, dat is grappig. Ik heb gewoon... Je twijfelt weer, hè? Of niet? Nee, ik twijfel enorm. Ja, en ik dacht ook, misschien had ik ook gewoon een Nederlandse cabaretier moeten kiezen. Nee, waarom? Maar ik vond dit stuk, heb ik zoveel respect voor. Ik vind het heel, heel knap. Het is wel politiek correct. Ja, het komt uit de show Michael Che Matters uit 2016. Ja. Het gaat over Black Lives Matters. Ja. Nou, hij is een zwarte komiek. Ook. Hij is een zwarte komiek, ja. Dus ik zei politiek correct. Dat is eigenlijk onzin. Het gaat hem aan. Ja. Laten we gaan luisteren naar Michael Che. We can't agree on anything anymore. As a country, we just can't agree. We just fight about everything. We can't even agree on Black Lives Matter. That's a controversial statement. Black Lives Matter. Not matters more than you, just matters. Matters. Just matters. That's where we're starting the negotiations. Matters. We can't agree on that shit. What the fuck is less than matters? Black lives exist, can we say that? Can we say, is that controversial? We always ask for the lowest common denominator. We ask for the lowest rights. Gays were fighting for equal rights. Equal rights. Could you believe that's an actual stance you can have? You could be for equal rights? That means there's people out there saying, I think everybody should have the same rights as everyone else. And there's other people like, nah, son, I disagree. I just don't think so. Black people was fighting for civil rights, not even equal. Just civil. Can we get civil? I'll take civil rights. Just be civil. Ja, knap hoor. Dat is toch echt heel. Ja. Het is heel moeilijk om over iets. Zo beladen en tegelijkertijd, het is natuurlijk vet belangrijk, maar dat maakt het ook meteen plat getreden, weet je. Het is vreselijk moeilijk om hier iets fris over te zeggen. Kan hij dit soort dingen zo vertellen omdat het een zwarte comedian is? Of
Ja, maar dat, het met dat humor... maakt het eigenlijk ook moeilijker. Omdat hoe vaak hoor je niet over Surinaamse comedians... mensen zeggen van ja, maar hij heeft het alleen over zijn afkomst. Of dit, weet je, dat vind ik ook altijd... Dat denk ik, ja, maar het is ook veel moeilijker om... om dat niet te doen en om niet direct een publiek te hebben dat zich schrap zet of dat, snap je? Als een zwarte comedian over politiegeweld begint, dan zitten er natuurlijk even zoveel mensen in de zaal. Nou, ik heb het zelf ook een beetje gehad met Thierry Baudet. Als je over Thierry Baudet begint, ja, dan er zitten echt ook... heel veel mensen, bij Cabaret zeker, die gewoon op hem stemmen. Ja. Maar dus... die kunnen ook om hem lachen dan, toch? Die, als jij een goede grap maakt, dan kunnen je erom lachen. Absoluut, maar heel veel ook niet. Want ik heb echt zoveel bedreigingen gehad van zijn achterban. Ja? Ik ben echt een lieve comedian. Ik vind mezelf helemaal niet zo Wat voor grap over Thierry Baudet heb jij gemaakt, waardoor je... En wat voor bedreiging heb je gekregen? Ik heb denk ik misschien wel een kwartier over hem gehad. Doorgezaagd? Jawel, en dat was in zijn opkomst. Dus het was nog voor de gekte nu. Maar het is, weet je, ook binnen zijn... Dat is het, binnen zijn racisme en zo... is het moeilijk om iets fris te zeggen. Het is wel echt zo dat heel veel mensen zich bij zoiets schrap zetten. Ja. En dan is het heel knap, vind ik... om bijna het semantische spel te doen van... Dit is eigenlijk wat we zeggen. Snap je? Black Lives Matter. Serieus? Alleen maar matters? Dat is echt knap hoor. Om zo simpel te denken. Ik heb, daar nooit zo naar gekeken. Maar nu hij het zegt, ja, denk ik van... Ja, waar gaat het? Wat slaat dat? Slaat eigenlijk nergens op. Is dat de kracht wat een stand-up comedian heeft? Met humor iets... openleggen, iets blootleggen... Ja. En andere mensen daar toch over laten nadenken. Met een simpele verwondering kijken naar, dingen die eigenlijk vrij alledaags zijn... dat is wel voor een groot gedeelte waar het vandaan komt. We zijn begonnen bij Freek de Jong, een oude rot in het vak, mag ik wel zeggen. Misschien wel de Nestor van de Nederlandse cabaretwereld. Maar inmiddels zijn we bij een nieuwe generatie cabaretiers. Als groot nieuw talent heb jij Ronnie Cheng, zeg ik dat goed? Ja. Cheng. Uitgezocht. Ja, dit vind ik... Ja, en dit is wel... Ik dacht hierna ook weer getwijfeld. Want ik hoorde ook andere mensen... Ja, ik had ook een jong iemand kunnen noemen in Nederland... die aan het ploeter is voor zaaltjes te vullen. En deze gast die staat echt al in uitverkochte enorme zalen, stadions. Bij de Daily Show is hij vaak... Maar ik vind dit is zo'n grappige man. Ik hou heel erg van woede op een toneel. Ik hou er zelf van om... Het Erik van Sauers effect, als het ware. Ja, ingehouden woede. Ja. Daar is hij heel goed in. Dat je denkt van waarom ben je... dat je hem iets aardigs hoort zeggen... en dat je ondertussen voelt van... waarom ben je zo kwaad? Dat vind ik heel leuk. En ik heb zelf tirades. Dat vind ik altijd heel fijn om echt... 10 minuten los te gaan, dat vind ik dat daar hou ik gewoon heel erg van. Ik weet niet waarom, maar dat heb ik altijd gehad. Is dat stoom afblazen of een uitlaatklep of een wat is dat? Voor mij op het podium elke avond weer stoom afblazen en daarna een beter mens zijn, omdat je al die woede kwijt bent. Nee, echt wel. En ook elke avond voelde ik dat helemaal weer. Het is ook een lekker gevoel om kwaad te zijn op een dat is echt een lekker gevoel. Dat ik word er een beetje bang van. Ook. Nee, dat kan me helemaal voorstellen. deze heeft het ook. Dit is
Man, wat is dit een boze Chinees, zeg. Dit is echt een hele boze Chinees. Ja, er staat een show op Netflix uit 2019 van hem... waarin hij zichzelf enorm opwindt over de bezorgservice van Amazon. Ja, Amazon. Hij wint zich op over Amerika. Het is namelijk in een stuk van ongeveer 20 minuten... waarin die Amerikanen kut noemt. Ja. In een zaal in Amerika... het gaat uiteindelijk over Amazon. Pakjes bestellen. De Prime, de servers van Amazon. En dit is natuurlijk nog voor de pandemie. Dus nu vinden we dat misschien allemaal. Maar dit was echt... dit is zo'n goed stuk. No item too trivial. No quantity too small. To be hand-delivered into your home like an emperor, anything in the world that comes to mind, any fleeting thought you have while drunk, anything. I want one pen. I don't want a box. I want just one pen. I want it in a box with some plastic, throw some napkins in there, in another box, in a bigger box. 50 million boxes flying across America at all times. The airspace above America is just Amazon Prime. Packaging just knocking into each other like satellite debris, right? More Prime. Can't get enough Prime here. We need Prime harder, faster, stronger. Faster Prime, Prime now. Prime now, 2-hour delivery. Prime now. Give it to me now. When I press buy, put the item in my hand. Nou, zijn de laatste drie fragmenten zijn in het Engels. Hè? Leent comedy zich beter in het Engels dan in het Nederlands? Nee. Maar de taal is wel makkelijker, inderdaad. De zinsconstructies in het Nederlands zijn... comedy werkt goed als je het woord van waarde, waar het eigenlijk over gaat, het onderwerpwoord aan het eind zet. En dat is in het Engels je daar een punchline makkelijker maakt. Ja. Ja. Dat is in het Engels makkelijker dan in het Nederlands. Omdat je qua zinsconstructies vaak ermee begint. Dus het is, dat zijn hele kleine dingen. Maar nee, zeker. En ik vind dit... Kijk, dit kan ook in het Nederlands, hoor. Maar wat ik vooral leuk vind hieraan is dat het gewoon... Hij op een gegeven moment houdt hij op met hele zinnen. Is die uitdrukking en de woede in zijn gezicht en in zijn handelen. Want je hoort niet dat hij heel kwaad is. Maar je ziet echt. Je ziet dat hij zo ontzettend walgt van eigenlijk alles. Toch? Van alles. Ja, ja, ja. Ja. En dat, hij walgt en dat, van de welvaart. Ja, en dat uit hem een beetje in het stereotype nette dikke Amerikaan die inderdaad alleen nog maar consumeert. Yeah. En uiteindelijk, want het eindigt ook echt met dat hij zegt dat hij iets te eten gaat bestellen en dan dat hij echt zegt van put it in my mouth. Put it in my mouth. And take it out of my anus. En dat is echt, ik vind het zo dat het op een gegeven moment alleen nog maar... Want hij eindigt echt met... En dat is echt een hilarisch stuk. Ja, ja. Ik vind dat echt heel knap. Als je zo... Dat kom je eigenlijk alweer bij het begin uit. Als je met alleen al tellen een zaal zo ver kan krijgen. Ja. En hij doet dat op een gegeven moment met klanken en woorden... die niet meer echt op een zin lijken. Dat is echt knap. We gaan van de boze Ronnie Cheng naar jouw eigen trots. Het is een klein stapje, want jij kunt ook heel boos worden. Jij kunt je heel kwaad maken. Ja, ja. En dit was inderdaad... ik merkte op een gegeven moment dat ik in mijn tweede voorstelling had ik dat voor de eerste keer... dat ik echt uit de bocht vloog. Mm-hmm. En dat is ook misschien omdat die pleaser in mij dus moest... echt verstomd moest worden en op een gegeven moment... Maar hoe vloog jij de bocht?
Nou, door op een gegeven moment... ik weet eigenlijk nog heel goed wat het was. Ik zat met Peter was ik aan het discussiëren, Pannenkoek. En die zei, ik wil nou echt wel eens een keer van jou horen... wat je allemaal stom vindt en wat je niet mooi vindt. En, weet ik, en dat ik toch altijd een beetje zo lief... een beetje gezellige comedian was daarvoor. Ja. Dat kwam er eigenlijk zo makkelijk uit... Dat het stuk schreef zich echt vanzelf. En toen merkte ik van, oh ja, er zit heel veel woede in me. Dit is de plek waar dat eruit moet. Sindsdien is dat wel altijd bij me gebleven, ja. Ja, maar bijvoorbeeld mensen die zeggen vol is vol, als die praten over de vluchtelingencrisis... Dan ja, dat was de aanleiding rood voor jou, hiervan. Maar het was eigenlijk vooral dat ik vind dat er... dat de discussie nooit ging over... kunnen we dan niet ruilen? Dat vond ik... Ik vond vooral de vol is vol... vind ik altijd zo'n definitief statement. Je kunt toch ook mensen gewoon wisselen? Ik bedoel, er zijn echt genoeg kutmensen... die wat mij betreft gewoon... Van weg mogen? Ja, die we kunnen ruilen voor mensen die het misschien nodig hebben. Dus dat was eigenlijk mijn voorstel bij dit stuk. Ja. Ja, nou laten we gaan luisteren. Wisselen vanaf de bank. En ik heb ook wel een ideetje hoor, wat voor mensen we zouden kunnen wisselen. Ik heb een klein lijstje heb ik gemaakt. Om te beginnen mensen die nog altijd schrijven in Comic Sans. Oh jongen. Laatst zag ik gewoon een overlijdensadvertentie in Comic Sans. Nou, dan ben je gewoon niet verdrietig, echt niet. Nee, want een soort handschrift van ballonnen is dat. Dus iedereen die dat leest, die leest dat ook met in zijn hoofd zo de stem van een clown. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hendrik de Vries. Flinnip, nou. Doe dan ook confetti op zijn begrafenis. Wisselen. Ja, mensen die al de trein instappen voordat de mensen naar buiten zijn gekomen. Hoe vaak kun je die fout nou nog blijven maken? Het past gewoon niet. Het zijn een soort debiele baby's. Ze blijven het ook proberen. Ze staan zo bij die deur. Staan zo, ja, zal ik dan nu? Nee, oké. Zal ik dan nu? Nee, oké. Wisselen. Aan mensen die dan super vroeg met je willen afspreken. En dan zeggen, ja, dan heb ik nog wat aan mijn dag. Fuck you, wisselen. Aan mensen dat je zegt, nou, wat heb je eigenlijk een leuke blouse aan? Dit ding heb ik echt al super lang. Oké, dan vlek je dan op met jouw kutblouse. Wisselen. Ja, Claudia de Breij en Jeroen van der Boom met dat kutnummer. Nee, je mag niet bij mij. Wisselen. Ja, mensen die dan zeggen, nou, dan moet je net mij hebben. Klopt, wisselen. Ja, blijft niemand meer over. Nee, heerlijk, rustig. Ja. Maar dit zijn, dus jouw ergernissen, die komen dan toch naar buiten toe. Enorm. Maar ja. dat is wel, en daar moet je ook weer voor oppassen. Maar mijn werk is echt mijn professioneel ergeren. Ja. Dat vind ik heerlijk, om dat allemaal te uiten. Ja. Een soort therapie lijkt het wel. Het is enorm. Ja, maar volgens mij, als je het goed doet, is het ook therapie. En het scheelt heel veel geld. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Niet echt in therapie. Het levert geld op. Mm-hmm. Ja, zeker. Dus het is... dat is het wel. En ik heb dat wel echt ook zo ervaren dus. Dat het avond en avond gewoon heel fijn was. Ik bedoel, en die treinergernis. Ik bedoel, dat is ook een bekende. Maar het is gewoon... Als je toert, dan zit je zoveel in de trein. En het is echt niet normaal gewoon. Dat je denkt, maakt je er nog steeds kwaad. Nee, over. Maar serieus. Nee, ik ben naar Japan geweest ooit. En dat was de eerste keer dat ik in mijn leven tot rust kwam. Gewoon omdat mensen zich daar gewoon aan regels houden en zo. Die gaan... Weet je, ze zijn daar met heel veel Japanners op hele kleine stukjes. Ja. En dan gaan ze met z'n allen op de rechterkant van de roltrap staan. Mm-hmm. En dat werkt. Ze zijn echt met miljoenen op dezelfde moment in dezelfde op dezelfde plek. En dat werkt. En in Nederland gaat het al mis bij een treindeur. Nee, daar hebben we moeite mee. Ja. We hebben moeite mee in de rij te staan. Hoewel we dat nu vaker doen door die pandemie. Nee. Ik heb niet moeite in mijn rij staan. Ik heb gewoon moeite met... Nou, ik heb het meer over wij als Nederland. Wij vinden dat moeilijk, toch? Oh, wij vinden dat lastig. Ja. Wij zijn wat minder gedisciplineerd wat dat betreft. Ja. Ja. Ja,
Ja, krankzinnig. Alleen, Japan is toch ook dat land waar mensen, waar iemand op het perron heel erg hard tegen die ruggen van die mensen aan de druk is. Ja. Ik wil niet zo in de trein ook. Dat snap ik wel. Hoewel, ik heb dus dat meegemaakt. En gek genoeg, omdat je dan je toch moet overgeven aan dat je zo dichtbij bij zoveel mensen komt, had het ook wel iets van, ik vind het had iets liefdevols of zo. Of dat je gewoon te gedwongen iemand moet omhelzen die je eigenlijk niet zo goed kent. Nee. Dus dat je dacht van, je bent ook lief. Ja, het had wel iets, ik weet niet, ik heb me daar wel... Ik vond sowieso echt, vooral door die regels en zo, het is allemaal heel schoon. Want ik heb een beetje smetvrees, dus dat vind ik ook wel heel fijn. Als alles, je kon echt, ik zweer het je, in de coupé in Japan kun je echt dingen van de grond likken. Gewoon, dat is echt, het is echt ziek schoon. Ja. Gaan we je nog terugzien op het podium? Want ik heb het gevoel dat je af en toe nog wat therapie nodig hebt. Dat je jawel, nee, natuurlijk wel. Ik ga dat zeker wel doen. Maar het is ook dus echt wel dat ik het... Ik heb altijd gedaan in mijn leven wat ik wil. En daarom ben ik stand-up gaan doen. Ik denk dat ik sowieso... misschien theater weet ik niet, maar stand-up sowieso wel. Maar ik vind het dus nu even gewoon fijn om, om met mensen te werken. Ja. Ja. Ja, langzaam gaat de wereld weer open. Sorry daarvoor, maar je moet weer naar buiten. Ik moet weer naar buiten. Dat betekent wel ook dat er dus meer mensen zijn. Ja, ja. Klopt. Ja. Nog meer ergernissen die je dan weer op je pad op je ja, pad nou ja, en dat zal uiteindelijk resulteren waarschijnlijk weer in een comedy show. Ja. Ja. Zeker. Ik vond het leuk dat je er was. Dankjewel. Ik vond het ook leuk. Ik vraag altijd aan mijn gasten om het laatste woord te hebben. Dus nou, bij deze, het laatste woord is voor jou. Dankjewel. Het was. Wat zeggen ze dan meestal? Dat mag je helemaal zelf bepalen. Ja, ja. Maar ik ben bang dat het laatste woord bij jou dat het best wel lang gaat duren. Want de kans is vrij groot, ja. Want ik twijfel nu natuurlijk enorm over wat ik moet zeggen. Of ik dan welk iets woord moet gebruik over, ik dan? Over de huidige situatie in Nederland. Of dat ik jou een compliment moet geven. Want het was een hartstikke gezellig interview. Heel fijn. Ik kan ook zeggen van... Oh ja, de luisteraars moeten naar mijn podcast luisteren. Super Magic Time Friends. Dat kan ik ook zeggen. Een nerdpodcast is dat. Ik kan zeggen dat ik vanavond bij Umberto zit. Maar daar heb je niet zo heel veel aan. Lekker weer, is het? Het is lekker weer. Nee, hartstikke gezellig. Bedankt. Tot de volgende. NPO Radio 2.